De Nederland Blind Ploeg is een hele ambitieuze ploeg. Ja, we hebben veel voor elkaar over. Het voelt gewoon als een soort familie eigenlijk. We zijn gewoon echt één team. Ja, één voor allen en alle voor één. We gaan echt voor elkaar door het vuur en dat maakt ons sterk. My goals will be to learn from all the experienced riders, and then if I get an opportunity, yeah, I'll take it. You know, I'm not going to be like, no, I'll take it with both hands. Het doel voor komend jaar is om mezelf verder te verbeteren. Afgelopen jaar ging het goed, maar daarnaast ook gewoon samen met het team het seizoen van afgelopen jaar te overtreffen. De wereldtitel op de weg wil ik heel graag winnen. Ik heb in 2006 een keer binnengehaald en nu 4 jaar achtereen zilver. En 1 keer goud weer, dat zou wel, staat heel hoog op het verlanglijstje. De Nederlandse kampioenschappen staan hoog op mijn programma. Maar we beginnen natuurlijk met het voorjaar met de mooie klassiekers, dus Vlaanderen, Drenthe. Die koersen liggen mij ook gewoon, dus daar wil ik goed zijn. My goals this season are to get better, to get more often in like top 10 of the races, help others to win races and just have fun as a team. Wat ik dit seizoen wil bereiken is dat ik echt in de finale van de grote wedstrijden mee kan doen. Dat ik dan nog over heb, het team kan helpen en misschien zelf ook wel met de prijs naar huis kan gaan. And now I feel really, really happy to decide for this team. And when there is an opportunity that I am in the front or something, I hope I get good results. I'd like to have a strong season again with the team, but also with own results. And then one goal is to become Swiss champion. Afgelopen jaar hebben we geen hoogtepunten gekend. Ik ben geopereerd aan mijn voet, medio mei. Maar ik heb nu de eerste koers in Qatar gereden en ik heb daarbij een goed gevoel. Dus ik wil proberen, met name in de heuvelwedstrijden, te kijken waar ik sta. Mijn doel voor dit seizoen is proberen een constant seizoen te rijden. En in de etappewedstrijden wat meer mee te doen om het klassement.